En ook ik zo'n Bodron. Ik ben het jouw. Ik heb nog altijd een nieuwe headset. Headset niet, sorry. Headset. Oké, ik heb mijn nieuwe headset nog niet. Ik heb geen router op mijn computer. Ja. Vind ik heel leuk. Echt perfect. Geen Bluetooth hebben op computer, geloof me. Als je hetzelfde probleem hebt dan mij, dan weet je wat ik bedoel. We gaan natuurlijk weer verder met eilandje platje. Hashtag eilandje platje. Ik heb nog niet of zelfs op plan. Mijn 900 abonnees op YouTube. Als hij laag gaat op Twitch, dan heeft hij ongeveer 1 kijkers. Niks gezien. Dat is even een skin. Jullie zullen later nog wel te komen. Waarom die skin? Dat is gevaarlijk. Ik ben echt gevaarlijk bezig, joh. Ja, nu moet ik even mijn gast. Die zei zo. Nou, dat is mijn duwtje, val ik er vanaf, hè. Ik ben even dat je het weet. Ik zo, ja, als je me doet. Die kist is vol. Fuck my life. Jullie zullen allemaal hebben zo'n bouw. Waarvan komt die skin? Wat heb je die? Wat is dat? Het zullen allemaal nog komen te weten. In de volgende afleveringen. In de volgende aflevering, nee. Binnen een tijdje zal je dat eens weten. Mijn cellessens is heel episch, wat ik daar is maar mee bedoel. Ik kan die waarschijnlijk wel raden. Hak alles weg. Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Ha, ha, ha. Hak. Hak. Schep. En dit is geen copyright. Voor de mensen die dat willen weten en na willen doen. Of voor mensen die geen copyright. Ik zet er pendentie op. Je mag dit niet na doen. Er zitten toch zelf duizend mensen die het nu al hebben nagedaan op de video, maar boe. Copyright. Ik weet niet of ik dit kan. Copyright zit op mijn video. Oh, daar gaat mijn schep. Ziet er echt gek uit. Maar hey, jullie zijn nog wel weten waarom. Voor de kijkers die het heel benieuwd zijn. Mocht je verwachten, maar je zal het sowieso zien. Misschien zul je de volgende video zien dat ik een beetje bewerkt, maar... Als deze nu een normale skin. Deze blitte blijft ook niet mijn skin. Voor 3 weken zal ik deze hebben. Dat is dus nog wel langer. Binnen 3 weken zullen jullie beginnen zien wat. Wat wel onbetreft. Dus dat is maar iets heel groots voor de weg. By the way. Bij de weg natuurlijk. Maar wow. Snap je? By the way. Bij de weg. Natuurlijk. Ik heb ook zo ontcijferd waarom. Dat is het. Sommige mensen in Nederland zeggen. Geef me de 5. Zelfde redenen. Als je dat vertaalt, weet je wat ik bedoel. Geef me de 5. Als je een beetje verbeterd vertaalt, moet je zeggen. Dus geef me de hoge 5. Maar wow, dat klinkt zo goed. Geef me de hoge 5. Snap je? Snap je hem al? Als je hem snapt, zeg het in de reacties beneden. Of wel beneden. Maakt niet uit wat je typt. Beneden of beneden. Maakt niet uit hoe je dat zegt, hoor. Beneden vind ik vanaf wel leuk. Beneden. Snap je? Beneden. Ik ga even naar beneden. Ik ga naar beneden. Beneden. Ik ga naar beneden. Je kan naar beneden, bro. Ik ga naar beneden. Oh. Ja, dat was één ding waar je bij gehaald, echt. Dan ben je naar beneden. Oh, vlak. Hoe lang ben ik al bezig? Het was midden in de dag. Ik ben al 5 minuten bezig. Laten we vanuit gaan, we zijn al 5 minuten bezig. Ik vind het altijd, hè. Deze video's vind ik altijd te kijken wanneer ik begonnen ben. Oh ja, ik mag meer langer dan 5 minuten opnemen. Ja, met ze maar handig. Ik heb subs, heel belangrijk. Subs. Op het einde van deze video moet ik nog even iets melden, maar... Nee, dan niet altijd persoonlijk wat ik wil melden, want... Moet het maar niet zo persoonlijk... Wat? Oh, wow. Ik zie dat ik al zo diep was. Eens kijken, hè. Even. Auw. Ik heb een klein beetje pijn hoor. Precies ook pijn. Ah! Oh, die. Nee, is niet zo. Zie je mooie skin weer. Lekker,
En dat is ik momenteel op niks trekt, maar boom. Even kijken. Even kijken. Maar hij wordt nog mooier. Hij wordt zo mooi. En dan meen ik wel helemaal mooi, joh. Het is mooi. Het moet mooi worden. Dat is mijn mama. Op de achtergrond. Sorry, ik ben ook op prijs. Ik zit ook niet echt op de meest primitieve. Ik zit op de meest primitieve plek. Ever. Ik zit er echt onhandig. Gisteren is mijn headset tevens 2 keer uitgevallen. En dit is de 15e video. Awesome. Ik vind het wel leuk. Dit is het de 14e of de 15e? Dit is weer de 15e. Ik kan zo even gaan kijken hoor. Maar volgens mij is dit 15e of de 14e video. Ik kan zo zeggen, ik ben aan het opnemen. Ik ben goed. Geen geweld opschrijft door iemand. Dat kan. Iemand is me redelijk belangrijk. Niemand is op me. Ik ben het opnemen. Mijn mama komt even binnen zetten. Leuk. Dat is leuk. Dat is mijn beste content. Ja, sorry. Ja, de laatste toch wel belangrijk als opnemen. Naar toilet gaan. Jo, dat is gelukkig. Volgens mij hoorde ze maar. Nee, ze fluisteren dus. Jo, ze niet hoor. Maar normaal niet. Mij ben ik 10 minuten bezig. Dat kan niet. Kun ik even door tot deze laag weer is en dan. Nu ben ik maar 5 minuten bezig. Kan ik. Dus maar. Kan ik kijken hoe lang. Vlak. Kan ik kijken hoe lang naar beneden. Alleen is ook berichtje gestuurd. Blubblub. Ik zal ook wel niet op Steam. Ik heb Skype. Ik zal niet op die store. Dan word je zeg maar belt in de video. Leuk. Ik begin door mijn scheppen te raken. Oh, vlak, een skelet. Voor de mensen die willen weten wat vlak is, dat is eigenlijk vak, maar dan beleefde versie. Dat is wel grappig. Dat heb ik zelf uitgevonden, hè. Misschien ga ik in de later video's ook om in banaan en van die andere dingen zeggen, maar dan moet je niet opletten, want dat is maar BSG. Gika. Jullie dat moesten zien, jongens. Sorry. Ik ben ze maar. Degene waar ik het over had. Die meneer zou bellen, maar niet. Skype, die meneer. Geeft hem eens een berichtje op Skype. Ik hoorde ook zo. Ja. Dus iemand die op mijn Skype vraagt. Ik kijk even. Sorry. Trouwens, die BRP-modus. Als ik 5 euro betaal, dan kan ik ze maar zeggen dat dat PSP-modus wordt. Het is zo'n groot BSP-bouwende arm in beeld. Heerlijk, hè? Ga ik waarschijnlijk doen, hoor. Als ik 5 euro moet betalen, dan gaat hij naar daar. Dat is een grapje hoor. Ik kan niet 5 euro voor een opnameprogramma betalen. Welke gek is niet zo gek? Het zit de meest logische zin ooit. Bo. En ook bedankt voor het kijken naar deze vet epische video van Bounder. Ik vond het leuk om dit te maken. Jij vond het waarschijnlijk leuk om te kijken. Ik kon hier niet zeggen. Heel veel YouTube zeggen dit wel eens. Het is voor jullie een kleine moeite om dat te doen. Voor mij is het heel leuk. Druk gewoon op het duimpje omhoog. Als jullie het menen. Ik weet het, dat is een kleine moeite. Maar het motiveert YouTube echt. Het motiveert je echt, geloof me. Alles is tot de volgende video. En later. Doei.